I love kaas, brokkelkaas, Parmezaanse kaas, komijnenkaas, truffelkaas, kaasfondue. I love een goede flare jeans. En dan zo tot aan je knie strak. En dan wijd uitlopend en dan lekker lang laten met een goede hak. Dan lijken je benen heel lang. En dan een vleugje stretch voor het comfort. En high rise, want daar kunnen je muffin tops in. Linda loves, I love. Ik heb een hemd uit 1968. Toen ik het kocht, knapte ik er al helemaal uit zowat. Ik zal het nooit wegdoen, dat is echt iets wat ik koester. Alles van Isabel Marant. Doen we een deal met die vrouw. Kost een godsvermogen, maar ja, het is wel heel mooi. Ik ben heel blij met deze broek. We waren onlangs op vakantie en toen we daar aan het winkelen waren, zag ik deze ketting liggen. Nou, sindsdien draag ik het af en toe, want het is natuurlijk te opvallend om het vaak te dragen. Linda loves, I love. Ja, dat is echt heel slecht, McDonald's. Pannenkoeken. Pannenkoekenbeslag met sterrenijs en dan met een topping met pindakaas, karamelliseerde banaan en crispy tempeh. Linda loves, Utah loves. Italiaans of Surinaams is er altijd wel. We hebben dus één pasta, de limonen. Heaven. Kaas, brokkelkaas, Parmezaanse kaas, komijnkaas, truffelkaas, mondoor. En het allerlekkerste denk ik gesmolten kaas. Goeie tosti, kaasfondue. Oh. Ja, Linda loves reizen en guess who also loves reizen. Ik was laatst nog met mevrouw een week naar Tokio, toch wel mijn lievelingsstad stad op aarde eigenlijk. En je kan geen stap zetten zonder iets te zien wat op wat voor manier dan ook indruk op je achterlaat. Maar niet allemaal gaan, want het is mijn stad, dat is niet voor jou. Ik reis best veel, voornamelijk naar Nashville. Een geweldige tip is Ralph and Daughters. Zij hebben de beste sourdough ever. Dus je moet niet gaan als je een soort van op zo'n carb dieet zit. I love Portugal, heerlijk land, hele lieve mensen. Stranden waar je nog de ruimte hebt. S'avonds een briesje van de Atlantische Oceaan. En dan ook nog clams met koriander. En gegrilde kippetjes met piri-piri. Cataplana en heerlijk land. De Algarve. Want daar is het 10 maanden per jaar lekker weer. En ja, de zee. Linda loves, I love, producten van Susanne Kaufman. En er is één zo'n serumpje. Als je dat op doet, soort van. En dan lijkt het net alsof je gewoon zo helemaal fris en fruitig bent. Doucheolie vind ik zo'n uitvinding. Helemaal als je haast hebt, want het scheelt gewoon ongelooflijk veel gesmeer. En dan toch lekker zacht. Linda love, I love beauty. Mijn lievelingsproducten zijn toch wel de producten van Rituals. Droog shampoo. Nou, ik was het gewoon een week niet, echt. Dan denk ik die gaf er wat goor. En je haar zit zelfs op je skivakantie top met die helm op. De crème die ik gekocht heb, het is zo goed voor me dat ik nu niet meer op de naam kan komen. Rosebud lippenbalsem. Want dat is het enige wat je op je gezicht doet waar mannen niet zoiets hebben van, kan je me alsjeblieft niet zoenen? Producten van Estée Lauder. Altijd als ik dat op heb, dan zeggen mensen, oh wat zie je er goed uit. Dus ik denk, dat komt vast door die crème. Linda loves, Utah loves, een heel mooi Japans antiek tafeltje wat ik gekocht heb bij Van Hier tot Tokio. Dat is mijn eerste vintage meubelstuk. De woonwinkel van Erik Gutter in Blaricum. Je moet wel goed timen wanneer je erheen gaat, het is wel gevaarlijk. De tafel eigenlijk omdat je daar als gezin gewoon samenkomt. Bij ontbijten echt standaard 3 kwartier. Het zijn voor mij gewoon de momenten dat je als gezin samenkomt. Dus de eettafel. Mijn nieuwe Piet Hein Eekbureau. Het was echt belachelijk duur. Maar het is zo mooi met al die kleine verschillende kleuren, bruine blokjes en zo'n laklaag erover. Nou, die staat in de werkkamer als pronkstuk. Haalt de hele boel op.